En dan laat ik gewoon eigenlijk de keuze vrij dat ze, of ze daarin zelf daarin verder kunnen gaan. Dus ik zet ze niet, dwing ze het niet op. Hallo, ik ben Marjan. Welkom bij Cineac Noord. Zoals u ziet is Stichting Open bezig met testuitzendingen en het ziet er naar uit dat we binnenkort weer op de buis zijn. We beginnen deze week met de Turkse gemeenschap die een protestactie hield tegen jeugdzorg. Wij protesteren hier tegen jeugdzorg en niet tegen de homo's of lesbies. Wat op media wel verkeerd wordt begrepen en door anderen. Ons doel is dat kinderen onterecht uit huis worden geplaatst, dat niet meer gebeurt. Ze moeten hun zakken op andere manier vullen en niet door kinderen, door kinderhandel. Wij zijn er gewoon tegen. Goedemorgen. Waarom ben jij hier? Ik ben hier voor de kinderen die uit huis geplaatst worden, ja. Voor onnodige redenen, ja, en voor de families, omdat ze onze steun nodig hebben. En wat vind je er nou van? Ik vind het belachelijk. Er is geen reden toe om die kinderen uit huis te plaatsen. Er is geen bewijs tegen mishandeling. Ja. En alsnog gebeurt er niks. De overheid die staat gewoon achter jeugdzorg en die zegt dat zij gelijk hebben. Ja. En dat is niet acceptabel. Maar je vindt wel dat als kinderen wel mishandeld moeten worden, dat er dan wel iets moet gebeuren? Ja, dat zeker. Tegen kindermishandeling ben ik zeker. Maar als er geen bewijs toe is, ja. Dan nee, dan niet. Dan niet? Nee. Dan is het gewoon... Ja, nee, maar in dit geval, ik heb gehoord dat er één kind had een gebroken arm. Ja, je hoort van alles in de media, maar de media, dat is ook weer zo, de media die verdraait alles. Ja. Er is geen bewijs dat hij een gebroken been had of een gebroken arm had. Er is geen bewijs van kneuzingen. En in 2007 is deze familie ook verklaard dat er geen mishandeling in het huis was. Ja. Heb jij wel eens wat te maken gehad met jeugdzorg of zo? Nee, gelukkig niet. En ik hoop het ook niet. Volgens mij gebeurt het ook niet zoveel, hè, toch? Nou, het gebeurt, zoals wij het zien, is het echt heel veel gebeurd, maar het is in de doofpot gestopt. Oké. Okay. Ja. Okay. En wat moet er nu veranderen? Ze moeten niet zo laks zijn. En ze moeten gewoon echt onderzoeken of het echt klopt of niet. Okay. Of er mishandeling is. En niet zeggen van, wij hadden vermoeden van. Dat is geen reden. Waarom zijn jullie hier? Nou, voor het protest. En waar protesteer je precies tegen? Voor jeugdzorg, dat ze zomaar kinderen pakken. Nou, voor dat. Ja. Maar je hebt het gevoel dat kinderen zomaar gepakt worden? Of, Ja, om de kleinste dingen, zeg maar. Ja, als ze een blauwe plek hebben, dat ze dan gelijk gepakt worden. Ja. En die recht hebben ze niet, vind ik. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt of wel eens gehoord dat zoiets gebeurde? Ja, wel gehoord. Ja. Van mijn vriendin, de familie, is er wel zoiets gebeurd. Ja. Nee, ik heb ook wel eens gehoord van iemand van jeugdzorg dat die werd gepakt. Maar die was, weet ik veel, echt waanzinnig in elkaar geslagen en zo. Je hebt natuurlijk ook een beetje ouders wel eens die waar een steekje los zitten. Dat heb je sowieso wel, maar meer dan de helft is dan echt gewoon door zeg maar, de kleinste dingen. Als je een krasje hebt of ja, echt om dat soort dingen. Dan wordt er al ingegrepen, veel te snel vind je. Ja. Oké. Maar voel je je dan niet juist beschermd daardoor? Door wat? Nou, als je kind bent en... Je hebt een blauwe plek, dan is er nog iets wat je kan helpen. Nou, je bent nog een kind. Je speelt, je rent, ja, je doet alles. Ja. Dus je kan vallen, weet je. Daardoor krijg je ook gelijk een blauwe plek. Maar je hebt natuurlijk kinderen die gewoon doorlopend, armen gebroken. Dat komt niet gelijk door de mishandeling. Dat is niet zo. Nee. Want toen ik klein was, heb ik ook heel vaak blauwe plek gekregen. Maar omdat ik ben gevallen op school of wat dan ook. Niet dat, dat ik thuis ben geslagen. Maar als een kind nou echt heel erg mishandeld wordt? Ja, als ze bewijs hebben, oké. Maar als ze geen bewijs hebben...
Ja. Dan hebben ze die recht niet. Hey, en vind je dan dat het gewoon dat Turkse kinderen bij Turkse gezinnen moeten worden opgevangen? Of, Ja, want bij ons in de geloof is het sowieso niet toegestaan om bij een dat een moslim bij een lesbi of een homo blijft. Dat is sowieso niet toegestaan. Wel bij een bijvoorbeeld Nederlandse hetero's? Ja, dat weet ik niet. Maar sowieso niet bij de lesbische of homo's. Waarom wordt het bij een lesbische stel gekoppeld, het kind? Hè? Bij ons in de cultuur is het gewoon verboden, zeg maar, islamitisch kind of bij islamitische familie. Want wij horen naar de moskee te gaan, wij horen ons gebedsboekje te lezen, wij horen alles te doen. Maar waarom wordt het speciaal voor de Turken, laat ik zo zeggen, waarom wordt het bij een lesbische stel gekoppeld? Want in ons cultuur, wij kennen geen lesbische, dat mogen wij, dat staat niet in het boek. Wij mogen geen homo's hebben, wij mogen geen lesbische mensen hebben. Waarom wordt het bij hun gezet? Worden de Nederlandse kinderen ook bij de Turkse families gezet? Nee, waarom? Want wij gaan de kinderen goed verzorgen, zeg maar. Waarom wordt het dan niet bij ons gezet? Hè? Ik heb mezelf ook opgegeven als pleeggezin. Waarom wordt er nooit de controle uitgevoerd? Waarom komen ze niet naar mij? Waarom komen ze niet? Ik heb een goede inkomen, wij werken allebei. Ik heb een kind die naar school gaat. Mijn kind heeft de hoogste percentage op school. Waarom wordt er niks over mij gevraagd? Waarom komt geen kind naar mij terug? Jeugdzorg stelt dat er een tekort aan Turkse pleeggezinnen is. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ze willen gewoon kinderen bij een Nederlandse familie zetten. Hoewel die familie, we hebben net vorige keer nog op tv gezien, een familie met 12 kinderen. Wat ze allemaal bij de kind hebben uitgeflikt. Dat hebben we allemaal meegemaakt, nog niet. Ik ben niet tegen dat ze een Nederlander is, maar ze moet gewoon controles uitvoeren en ter plekke. Het moet niet om één controle gaan. Oké, ik kan naar de controle gaan, ik kan me optutten, ik kan me heel goed boeken meenemen, ik kan heel veel dossiers meenemen van ik ben een goed ouder. Maar ze moeten mij gewoon achter de deuren zien. Achter de gesloten deuren zien. Dit gaat zo niet. Vanaf 3 december heb ik hem 1 keer een half uurtje gezien, terwijl hij dagelijks normaal gesproken elke dag bij me was. Ja, dat is erg, man. Je krijgt kippen. Dus niet te filmen meer. Ja. We doen of we de grootste criminelen zijn. Ja, terwijl hun overvallen zijn. Ja. Zij hebben het zwaar gemaakt namelijk. Zij hebben het zwaar gemaakt tegen bij de gemeente. Dat er over een overkapping. Toen kwamen de buren, kwamen hun overvallen. In huis. Ze hebben mij op mijn zoon helemaal geslagen. Ja. Dan is het gevaarlijk voor het kind natuurlijk. Ja. Tuurlijk, maar wel weg. Moet je maar kijken wat er staat. Hier, kijk wat er staat. Zo is het geweest. Ja. En niet anders. Ja? Wat is er gebeurd, meneer? Wij zijn overvallen. We hebben bezwaar gemaakt tegen de overkapping bij de gemeente. De buren overvielen ons. En bij welke gemeente hebben we het? We hebben het over de gemeente Lopik en Kapel. In IJsselstein daar. Ja? Okay. Dus niet te filmen. Ja? En nu worden we afgeschilderd als de grootste boeien, als de grootste boeven die we er zijn. Dus niet te filmen. Afgelopen weekend zijn in de Agnissenbuurt boomtonnen geplaatst. We zijn hier in de Vijverhofstraat bij de Boogjes, nummer 82. En ik ben Sati Yeşildal, ik ben de projectleider van deze tonnen. En zoals je ziet worden alle tonnen nu met een fruitboom geplant. En die worden straks in de straten geplaatst, in de Agnissenbuurt. En dat zijn er 76. Hoe komen die zo beschilderd? Dat is gedaan door de kinderen uit de buurt, maar ook actieve bewoners, moeders die het leuk vonden. En er zijn 96 tonnen beschilderd. Hoe vinden de kinderen het om te doen? Ja, de kinderen vinden het echt fantastisch. Ze vonden het leuk om samen een ton te maken of alleen. Het was een grote ruimte natuurlijk waar ze dan bij elkaar dat tonnen konden verven. Er zijn ook groepen kinderen geweest die dat samen van scholen hebben gedaan. De Imelda school, de Juliana school en het pleintje, die hebben er ook aan meegewerkt. Maar ook de ouders ervan. En nou ja, u ziet het zijn allemaal prachtige creaties geworden. Thank you.
Ja, nou, we hopen gewoon in het eind voorjaar, begin zomer, dat ze gaan bloeien. En het is gevoelsmatig heel koud, dat klopt. Maar voor de bomen is het een goede temperatuur om ze te planten. Dat is wat ik me heb laten vertellen door de experts. Wat zei je? Gaat wel direct de zender op? Ja, het gaat gelijk inderdaad op internet, ja. Ja. Ja, het is wel een leuk gezicht zo, die boompjes op een rij die al klaar zijn en deze waar de grond nog bij moet. Dus, Als portefeuillehouder, wat is dit? Dit is het vergroenen van de wijk en dan in het echt, hè. Dan niet op papier, maar gewoon met echte bomen. Als we van, ja, het is nog niet echt groen, het weer werkt niet echt mee, het lekker fris, maar ach, nog een weekje en dan wordt het echt lente. Dus, wat vindt u van het initiatief? Ja, fantastisch natuurlijk. We hebben het als deelgemeente ook niet voor niks ondersteund. Maar het is gewoon echt heel tof dat mensen zich er zo hard voor inzetten. En dat het echt gedragen wordt vanuit de wijk. Dat is de manier waarop het moet. Is dit alleen Agnische buurt? Denkt u dat het kan uitbreiden ook nog? Dat hoop ik wel. Hè. Ik hoop dat mensen hier een voorbeeld aan nemen. En dat ze zien dat het gewoon lukt, dat het kan. Dat heel veel mensen ook mee willen werken. Dat de kinderen heel enthousiast zijn en meewerken. En dat een soort besmettelijk virus, zoals mijn verkoudheidsvirus, door de wijk trekt. En op andere plekken in Noord mensen inspireert en motiveert om ook de schouders eronder te zetten. In deze tijd van extreme bezuinigingen, is dit een voorbeeld dat toch dingen nog lukken? Ja, zeker hoor. Kijk, we hebben best fors moeten bezuinigen als Noord. Maar we hebben wel echt de keuze gemaakt om dat niet op de vergroening te doen van de wijken. Daar wilden we gewoon ruimte voor houden. Maar net als voor jeugd, op jeugd hebben we ook nauwelijks bezuinigd. Dus we hebben een paar speerpunten genomen. Waarvan wij dachten en denken nog steeds dat het heel belangrijk en heel goed is voor Noord. Als we daarin blijven investeren. En dat betekent wel dat je op andere dingen dan wel wat bezuinigt. Maar er kunnen altijd nog dingen. Hè? Want uiteindelijk gaat het meer om mensen en de wil van mensen. Dan dat het echt gaat om of je nou een grote zak geld hebt. En hoe minder geld weer, hoe creatiever mensen ook worden. En uiteindelijk... Uiteindelijk lukt het wel. Als mensen het willen, dan lukt het heel vaak. In deel 2 van onze serie over ondernemers waren we bij Women's World. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no. Voor de serie Ondernemen in Noord zijn we te gast bij Women's World. En gastvrouw van vandaag is Linda Bacci. Goedemorgen Linda. Goedemorgen Carla. Kun jij ons iets vertellen over hoe lang de sportschool bestaat? Nou, we hebben dit jaar onze 10 jaar jubileum. Dus we bestaan 10 jaar hier op Noord. Waarom heb je gekozen voor deze bedrijfstak? Sport is altijd mijn passie geweest, vanaf jongs af. En ongeveer 20 jaar geleden kwam ik naar Nederland. Nou, voor mij was heel moeilijk, hè? Maar als ik kom uit Frankrijk, om dan sociale contacten, de taal ken je niet. En op een gegeven moment ging ik sporten. En daar kwam ik weer, weet je, dus mijn gevoel, ik voelde me weer wat beter. En het was voor mij echt een mooie plek om makkelijk contact te maken. Want, ik heb me snel aangepast, taal geleerd. Maar ik merkte wel in Nederland dat heel veel vrouwen, dat er een scheiding was. Dus weet je, mensen die al 20 jaar bijvoorbeeld in Nederland waren, geen ene woord Nederlands konden. Toen kwam het in de politiek, in het nieuws, ja, integratie. En, nou, ik vond het allemaal... voor mij een beetje onzin. Ik heb zoiets van, nou, breng die mensen bij elkaar en zorg dat, en dan komt het vanzelf. Je moet een plek hebben waar, en sport was voor mij toch altijd een tool van, ja, als je gaat sporten, je voelt je gewoon beter van, je hebt wat meer zelfvertrouwen en toen bedacht ik, weet je,
Dan gaan die vrouwen moeten een plek hebben waar ze bij elkaar kunnen komen, handen zelf gaan werken. En je creëert een ruimte waar ze echt waar het ontspannen is. En ja, iedereen is in sportkleding, dus maakt niet uit. Je ziet niet wie meer waar je vandaan komt. En zo doen. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. They looking at us. They looking at us. En ben je van huis uit een ondernemer of ben je dat later geworden door de sportschool? Ik denk, na 10 jaar kan ik zeggen dat ik ben een ondernemer. Ik had nog, ja, dat ben ik wel. Maar dat was je niet van huis uit, dat heb je gaandeweg geleerd. Nou, het is natuurlijk vanzelf gegaan, maar mijn oma, dus in Marokko, ik heb een Marokkaanse vader, een Marokkaanse oma, die was ondernemer. En mijn moeder helemaal niet, maar... Dat zat misschien in de gene of zo, ik weet niet. Hey, ik denk dat... Ik ben de enige onderneemster van mijn broers en zus, dat wel. Okay. Ja, 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 ja. Maar ja. Deze vestiging bestaat nu 10 jaar. Ja. Maar ik heb begrepen dat er meerdere vestigingen zijn. Ja, we hebben in Rotterdam zijn er 3 vestigingen. Dus in 10 jaar tijd zijn die opgebouwd. Eentje in Rotterdam-Zuid, eentje in Rotterdam-West. Dat is de jongste vestiging. Die bestaat nu, 1 april 2 jaar. Dat is allemaal verjaardagen dit jaar. En 3 vestigingen in Rotterdam. Dus daar is ruimte voor alle vrouwen van Rotterdam. En er is altijd eentje in de buurt. En op deze vestiging is het druk vanmorgen. Hoeveel klanten heb je inmiddels? De klanten, ja, het verschilt. Ik denk dat we hier 1000 hebben per filiaal ongeveer. Ja. Ja. Best veel vrouwen die er gebruik van maken. Ja, in de loop der jaren heb ik ook 10.000 vrouwen wel gezien nu, in de 10 jaar. Het blijft een mooie plek voor de vrouwen. Het is toch anders dan de normale sportclub. We gebruiken sport eigenlijk als een middel voor. En gericht op de vrouw. Zie je vrouwen ook groeien, zich ontwikkelen? Enorm, ja. Dat heb ik afgelopen 10 jaar. Ja, is voor mijn eigen beeld. Dat maakt niet uit waar een vrouw vandaan komt. Maakt niet uit... Hoe oud ze is, maakt niet uit wat voor sociale klasses vandaan komt. De vrouwen hebben toch wel één richtlijn. Ze zijn allemaal, we hebben hetzelfde ontevredenheid, dezelfde onzekerheden, hetzelfde. Ja, het komt allemaal op één lijn. Of je vrouwen zich hebt zien ontwikkelen in de loop van de tijd. Oké, dan heb ik het een keer. Nee, klopt. We begonnen natuurlijk hier in Noord. En wat je had in Noord was echt... Er waren mensen, wat ik net zei over integratie. Nou, mensen die echt buren waren, al 15 jaar, maar die kenden elkaar niet. En vanaf dit punt, waren ze ineens vriendin, ook bij elkaar op de koffie. Andere vrouwen, weet je, jonge meiden die dan... dan werken ze dan zelfvertrouwen, waardoor ze... En dan, wij zijn wel... Bewust doen we het op motivatie, op allerlei manieren. Van ja, wat doe je? Oh, ga studeren. Nee, je kan het. Weet je, het kan niet, voor ons bestaat niet. Dus we zien het wel. Dus dan is een meisje van 17 jaar, die is nu, ik ben advocaat. Of ik ga de wereld reizen. Maar dat gebeurt allemaal wel, ja. Het lijkt me heel fantastisch om dat mee te maken. Hoeveel medewerkers heb je inmiddels in je 3 vestigingen? Ik weet het nooit precies, maar plus minus 30. 30 medewerkers, ja. En komen die allemaal uit Rotterdam? Ja, komen ze allemaal uit Rotterdam. En ook uit Rotterdam-Noord? Ook, een paar, ja. Ook. Ja, 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 tuurlijk. Ja, wel. Nou zijn de economische tijden niet echt jovel. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Nou, we hebben afgelopen 2 jaar hele moeilijke tijd doorgemaakt. Dus ik heb van alles meegemaakt, hè. Goed, slecht. Maar je merkt wel dat het een enorme crisis is. En voor de vrouw, zeker voor onze klanten, hè, zij hebben daarmee ook te maken. Dan wordt het voor hen ook moeilijk om een contributie te gaan betalen. Waardoor ze dus, wat ik heel jammer vind, niet omdat ze niet willen, maar dan gaan ze sport afschaffen. En daar heb ik er natuurlijk ook mee te maken. Dan voel je het wel. Ja. En hoe zie je de toekomst van je bedrijf, zeg over 1 jaar of 5 of 10? We hebben al de eerste 10 jaar, dus ik blijf op de kwaliteit, de service.
Nou, in Rotterdam, het blijft bij 3. En ik vind, ja, Women's World hoort... Ik word ook gevraagd, wat in Utrecht of in andere steden van Nederland. Maar in deze tijd is het gewoon moeilijk om te gaan uitbreiden. Maar wie weet. Ja, ja. De straatpraat van deze week gaat over het openbaar vervoer. We kennen het allemaal, reizen met het openbaar vervoer, dat levert ook wel eens ergernissen op. En daarom gaat Straatpraat deze week over ergernissen tijdens het reizen met het openbaar vervoer. Je moet wachten op de vertraging ook en zo, op onthoud. Oh mijn god, nee, ik ga met de fiets. Te laat, altijd. Altijd te laat. Huilende baby's. Ik kom net uit Harlingen met de auto, dus ik kan daar niet over. Oké, okay, staat. Ik reis er met openbaar vervoer. Ik erger me meest aan, vooral dat ze soms te laat komen of dat ze helemaal niet komen opdagen. Maar... ja, voor de rest heb ik niet echt veel problemen mee. Jeetje, ik reis haast nooit met het openbaar vervoer. Maar waar ik me aan erger als ik ermee reis, dat is dat je altijd dat kaartje... Als je een tijd niet gereisd hebt, is het heel ingewikkeld. Maar voor de rest, ja, waar ik woon, daar heb je heel weinig openbaar vervoer. Daar erger ik me dus ook aan. In Rotterdam, dus... Perfect. Nou, als die te laat is. Ja. Waar erger jij je het meest aan tijdens reizen met het openbaar vervoer? Aan mensen met een camera. Drukke treinen. Te veel mensen in de trein. En vertraging. Wachtrijden. De drukte. Drukte vooral. Nee, blauw in de trein. Nou, niet zoveel eigenlijk. Nee, ja, de drukte, maar ja, wat doe je eraan? En jij? Ik erger me eigenlijk niet zo heel veel aan... Nee, ja, druk hoort erbij toch? En jij nog een ergernis tijdens reizen met openbaar vervoer? Ja. Oma's met trolleys. Ja. Ik reis niet vaak met openbaar vervoer. Meestal op de fiets. En als je dat wel doet? Dat is... Wachten is irritant. Het wachten? Ja, wachten is irritant. Hallo, ik ben Margot en we zijn weer terug met het programma Op de Koffie. Ik hoor iets. En we staan hier bij een rijtje huizen en ik ben benieuwd of iemand thuis is. Dus hier staat bel kapot, klepperen. Nou, dat heb ik altijd al eens willen doen. Hey. Hallo, wij zijn van Siniac TV en we komen onverwacht op de koffie. En ik vroeg me af bij wie we zijn beland vandaag. Van Dalen, mevrouw Van Dalen. Mevrouw gezin Van Dalen. En kinderen en mannen natuurlijk. Ja, dus, ja. En wat was u op het moment aan het doen? Nou, wij gaan straks boodschappen doen even. Mijn moeder komt straks. Dus, en dan ga ik hun even klaarmaken. En zij gaan straks film kijken. Wat doet u voor de kost, als ik vragen mag? Ik geef dansles. Ja. Kijk. Dus dan ga je, ja, dat is niet zoveel, hè? 2 dagen in de week en op projectbasis ook. Dus 2 dagen vast, een paar uurtjes en op projectbasis af en toe in het basisonderwijs. En wat voor een dansles geeft u? Klassiek, ballet. Ja, en, bent u daar ook in geschoold? Ja, dansacademie heb ik gedaan. Dus, en ik ga ook weer streetdance geven, allemaal voor kids, kleine kinderen. Een mooie Boeddha afbeelding daar zo achter de bank. Zijn jullie gelovig of iets? Nou, ik ben gelovig, maar ik ben niet boeddhistisch hoor. Nee. Dus
Het is gewoon vanuit een, ja, omdat we het gewoon mooi vinden. Wat voor een geloof bent u van? Ik ben gewoon christelijk opgevoed. Maar wij zijn niet echt heel erg daarmee bezig. Ik geef ze wel de normen en waarden ervan mee. Maar het is niet zo dat ik wekelijks naar de kerk ga. Dat niet. Nee. Dus dan, bidden doe ik ook niet echt. Maar het is gewoon, je geeft ze mee, je leest ze wel eens wat voor. Ze zitten wel op een christelijke school. En dat is eigenlijk het enige. En dan laat ik gewoon eigenlijk de keuze vrij dat ze, of ze daarin zelf daarin verder kunnen gaan. Ja, dus ja. Ik zet ze niet, dwing ze het niet op. Nee. Maar ik geef ze wel dingen mee. Dat zeker wel. Dus, ja. Wat is dan een beetje de basis, de kernboodschap die u mee wil geven aan de kinderen via het christelijk geloof? Ik vind wel heel erg belangrijk ook het contact ook met andere mensen. En dat je gewoon de liefde daarin aan elkaar geeft. Ja. En elkaar respecteert. Ja. Ik denk dat dat voor mij wel het belangrijkste is. Ja. Komt u nou ook veel mensen dan hier uit de straat? Komt u ook wel eens bij ze over de vloer? Ja, in de straat ook wel. Ja, ja. Ja, we hebben, denk dat ik eigenlijk wel kan zeggen dat ik hier iedereen in de straat ken. En dat ik ga niet bij iedereen op visite, dat niet. Maar toch wel, de meeste ben je al een keertje wel binnen geweest. Gewoon om kennis te maken, dat wel. Ja, en dan is het toch dat je elkaar altijd goed en gedag zegt. En dat je sociale controle hier hebt. Dus we letten op elkaar en op de kinderen dan. Weet je, als ze buiten spelen hier, dan heb je toch wel een hele goede controle hier. Het is een ruzietje, dat je denkt van, zie je die weer, daar heb ik even geen zin in, ik loop een blokje om. Nee. Oh, natuurlijk zeg je wel eens van, nou ik ga naar binnen hoor, ik heb nou even geen zin, maar nee. Nee hoor, dat hebben we. Dat gaat heel goed. Nee hoor, daar hebben we hier geen last van. Nee, dat is goed. Ja, goed hier te doen. Klinkt als een gezellige buurt hier. Ja, wel een gezellige buurt, dat ja. Zeker wel. Ja. Nou, niet weg. Heel aardig dat we binnen mochten komen. Ja, ja. En, Dat was het voor deze week. Als u een filmpje wilt terugkijken, dan kan dat op www.siniaknoord.tv, op YouTube, Facebook of Twitter. Heeft u zelf een filmpje gemaakt, dan kunt u dat uploaden via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer.